Hoe mooi zou het zijn als we het afval uit afvalwater zouden kunnen omzetten in iets waardevols? In mijn lab gebruik ik bacteriën uit de natuur om dat afval op te laten eten en om te zetten in bioplastic. En dat klinkt misschien wat te mooi om waar te zijn, maar er is geen haar op mijn hoofd die eraan twijfelt dat we dat daadwerkelijk gaan doen. Nou, in mijn lab heb ik 10 bioreactoren. Dat zijn een soort van glazen potten waar een liter afvalwater in kan. En wat probeer ik te doen? In die bioreactor probeer ik bacteriën te kweken die een heel bijzonder trucje kunnen. Dus allereerst begin ik met die bacteriën. Die haal ik gewoon uit de sloot, want daar zitten misschien wel 1 miljoen verschillende bacteriën in. Die stop ik in die reactor en dan voeg ik ook wat afvalwater aan toe. En wat blijkt nou is dat als je dus dat afvalwater geeft, dat er sommige bacteriën zijn die dat heel goed op kunnen eten. En dan gedurende een hele lange tijd krijg ik eigenlijk helemaal niks te eten. En sommige bacteriën die kunnen dan in die periode eigenlijk dat opgeslagen vet wat ze hebben omzetten in een paar nieuwe bacteriën. En dat opgeslagen vet, dat is bioplastic. Ja, best wel iets moois eigenlijk. Dat zo'n glazen reactor, zo'n bioreactor, kun je zien als een nieuwe wereld. Waarin we een beetje de omstandigheden variëren. En in die wereld leven dus al die verschillende bacteriën die competitie hebben met elkaar en die het soms een beetje naar hun zin hebben en zich aanpassen in de loop van de tijd om zich steeds beter te gedragen en steeds meer bioplastic te maken. En omdat we dat gewoon heel goed met de computer kunnen bekijken wat er allemaal in gebeurt, hebben we eigenlijk in een heel kort termijn kunnen we de evolutie bekijken. En ik ben natuurlijk zelf geen bioloog, dus daarom werken we samen met mensen in Amsterdam om dat wat beter verder te kunnen begrijpen. Ja, dikwijls eigenlijk. De reactoren draaien natuurlijk 24/7 door en die hebben wat aandacht nodig. Er zijn ook veel studenten die daar goed voor zorgen. Maar ik sport heel erg veel verschillende vechtsporten. Op het moment doe ik nog karate en Katori Shinto-ryu, oftewel zwaardvechten. Hai, yu, ho! Dat je eigenlijk je eigen baas bent. Dat je alles in elkaar mag knutselen. En dat je een beetje op je gevoel af kunt gaan waar de juiste dingen zitten en waar de onjuiste dingen zitten. En uiteindelijk ook natuurlijk dat je de wereld een beetje beter maakt. Faces of Science.